Ik raakte volledig in paniek en ik werd ook echt op het matje geroepen bij mijn teamleider. En dit is ook die school van die gedwongen coming-outs die in ja, nieuws is geweest. Dat is die school. Ja, dat is mijn school. Dat is jouw school? Dat is mijn school, ja. In deze aflevering ga ik in gesprek met Marijn. Marijn is 20 jaar en gay. En dat is niet altijd heel makkelijk voor hem geweest, want hij is opgegroeid in een heel gelovige gemeenschap. Hij gaat zo meteen vertellen over wat hij allemaal heeft meegemaakt. En daarna gaan acteurs een ingrijpende gebeurtenis uit zijn leven naspelen. Kom binnen. Dankjewel. En ga zitten aan de bar van ons theatercafé. Uit wat voor milieu kom jij? Waar ben je opgegroeid? Nou, ik kom uit een klein dorpje midden in de Bijbelbelt. Dat is zeg maar, een gebied in Nederland waar de Bijbel eigenlijk het belangrijkste is in het leven. En alles draait er ook om. Dus de ideeën over homoseksualiteit of anders zijn. Of... Hoe werd er nog steeds over homoseksualiteit gesproken? Ja, je gaat naar de hel. Hoe kom je erachter dat je homo bent in zo'n streng gereformeerde omgeving? Had ik tot mijn 13 nog nooit echt over nagedacht. Überhaupt over homoseksualiteit, want ik had er nooit iets over gehoord. Ja, kijk je geen tv of op internet of iets, weet ik veel? TV bestaat zeg maar niet bij ons, we hebben geen tv. We hadden wel internet, maar daar zit een soort van filter op, dat heet Clicksafe. Clicksafe is eigenlijk een filter wat alles filtert wat ze dan niet accepteren. Dus bijvoorbeeld een site over homoseksualiteit of over gender, dat kwam er niet doorheen. Dus dat kon je ook echt niet opzoeken. En toen ging ik naar de eerste klas en toen werd ik eigenlijk... Ik denk de eerste week al uitgescholden voor homo. Ik ging dat dus thuis googlen, maar dat werd geblokkeerd. Ik heb het toen bij een vriend een keer opgezocht. Toen ging je steeds meer informatie erover opzoeken. En toen ging het balletje voor mij eigenlijk pas rollen of zo. En hoe is het dan om homo te zijn op een heel gelovige school? Nou ja, je voelt je gewoon niet veilig. Yeah. Als er dan bijvoorbeeld een nieuwsbericht was over homogeweld of het ging over Pride of zo, en dan werd er een beetje lacherig over gedaan. En als zo'n school dan zo negatief staat tegen iets wat jij bent, dan is het een soort van error in je hoofd of zo. Je moet je voorstellen, op die school waren er zoveel regels. Vrouwen moesten een rok aan tot de knie. Geen duidelijke make-up dragen. Nagellak mocht ook niet. Er werd ook gecheckt hoe lang je rok was door de conciërge of door docenten die op school waren. Daar staat hij. Spannend. Je eigen ik. Ja. Ja, ik had vaak wel gewoon een beetje basic kleding. Casual. Sneakers, ja. En dan had ik een lange broek aan, want korte broek mocht er niet. Oorbelletje mocht dat? Nee, die moet je uitdoen. Kettinkje, armbandje, kettinkje af. Okay, af. Ja. Ja. Daar is de conciërge. Wat voor soort kleren had hij aan, weet je dat nog? Overhemdje aan, nette broek. Was niet de meest fijne man op aarde. Ja. Meetlint. Ja, hij liep gewoon een beetje dingen op te ruimen. Schoon te ja, gewoon wat conciërges doen. En dan, de teamleider. De teamleider. Ik vind je wel lijken. Echt waar? Ja. Nette man, keurige man, christelijke man. Dat. Hij had wel vaak een colbertje aan. Ik had een hele accepterende vriendengroep. Die waren allemaal gewoon best open-minded. En mijn vrienden waren gay. En die we dan, weet je wel. Dus dat was op die school? Van, ja, yeah. We schopten een beetje tegen school aan. Tot vrienden van mij werden na elkaar in een kamertje geroepen. En toen was eigenlijk de boodschap, oké, we weten dat je gay bent. Je ouders staan beneden. Vertel het ze maar. En dit is ook die school van die gedwongen coming-outs die in het nieuws is geweest. Dat is die school. Ja. Dat is mijn school. Dat is jouw school? Dat is mijn school, ja. Hoe is dan zo'n sfeer in dat groepje? Ja, er werd een soort van monddood gemaakt of zo. Want er werd ook gedreigd van, ja, als jullie zo doorgaan met provoceren, mogen jullie geen eindexamen doen. En het enige wat je wil is van die school af. Dus eindexamen is je ticket om van die school af te gaan. Hey, op een gegeven moment heb je ook een vriendje gehad. Keurden je ouders het af dat je een vriendje had? Ja. En niet letterlijk zo gezegd, maar dat kon ik wel opmaken uit hoe ze deden. We mochten het ook niet op dezelfde slaapkamer slapen, dus hij moest dan op een logeerkamer slapen en ik op mijn eigen kamer. Je zegt dat met een hele grote glimlach, maar... Ja, ik vond het niet zo raar, omdat het is je leven. Je weet niet anders, zeg maar. Werd er bij hem thuis geaccepteerd, homoseksualiteit en op zijn school? Ja, hij was eigenlijk heel vrij overal in zijn omgeving, dus op school was het heel chill. Want hij is bij jou thuis geweest, bij je ouders ook. Hoe verhield hij zich daartoe? Ja, hij probeerde zich gewoon natuurlijk wel een beetje aan te passen. Hij had ook tattoos. Hebben we een marker? Ja. Nee, maar die probeerde die wel altijd een beetje te bedekken, omdat het gewoon was niet echt oké. Vaak wel een overhemdje, maar hij was wel een beetje netjes gekleed. Oh ja. En op welk moment ging het mis?
We hadden toen 4 maanden en ik zag hem natuurlijk niet heel vaak. Dus hij wou me verrassen op school. En dat was in de week nadat die geforceerde coming-outs waren in mijn vriendengroep. Dus hij sprak gewoon de eerste de beste persoon aan die hij zag. En dat was de conciërge. Sorry. Hey, hallo. Ik zit niet op deze... Sorry, ik zit niet op deze school, maar ik heb... Dat zie ik, ja. Ik zoek iemand. Mijn vriendje die... Wie zoek jij dan wel? Marijn heet hij. Marijn. Ik bedoel, we zijn hier bezig met de les, hè? Ja, maar ik dacht, ik wacht even voor het klaslokaal als hij komt en dan... surprise. Als het niet mag, dan wacht ik buiten, maar ik... Wat doe jij hier? Jezus. We moeten nu gaan. Hè? We moeten nu gaan. Oké, dag meneer. Hey, even geen knuffel. Schat, hey. Naar buiten, we moeten naar buiten nu. Ga even zitten. Wat begrijp jij niet? Hè? Wat doe je hier? Leg het uit, alsjeblieft. Leg het uit. Oké, ik denk dat het echt even beter is als jij gaat zitten, want... Ik hoef helemaal niet te zitten. Waar slaat dit op? Wat doe jij hier? Marijn, kan je even zitten en gewoon rustig aandoen? Ik kom je verrassen. Weet je niet wat voor school ik zit? Je kent me toch? Ik kom helemaal uit Groningen hier om jou te verrassen. Ja, waarom? Marijn, ik kom naar jou toe, jij komt niet naar mij toe. Marijn, ik wil dat niet. Marijn, kan jij niet tegen mij schreeuwen? Waar slaat dit op? Hij deed uit goede bedoelingen, maar ik voelde gewoon dat iets ging gebeuren. Want dit kon niet zomaar gebeuren zonder consequenties. Voor mij waren het echt 3 werelden. Het was thuis, waar ik iemand was. Op school was ik iemand. En bij mijn vrienden was ik dan weer iemand anders. En hij snapte dat gewoon niet echt. Ik wil je gewoon verrassen. Nou, oké. Je weet de consequenties niet. Ik kan van school gestuurd worden. Ik kan mijn examen niet maken. Ik wil hier weg. Marijn, doe nou. Kom even zitten en kalm. Ik heb alleen maar gevraagd aan de conciërge. Wie heb jij gezien? Wie heb jij gesproken? Wie heb je allemaal gesproken? Marijn, kom nou even rustig aandoen. Ja? Even rustig. Wie heb je gezien? Zeg het. Wie heb je gezien? Ik heb alleen de conciërge. Ik heb de conciërge. Heb je de directeur gezien? Marijn. Ik heb alleen de conciërge gezien. Ik heb gevraagd welke klas waar je les had. En dat is het. Wat is er aan de hand? Waarom doe je zo tegen me? Je hebt echt geen... Je hebt echt geen idee waar je bent. Nee, dat blijkt. Ja, ik ben wel voorzichtiger geworden. Bijvoorbeeld hand in hand lopen op straat. Durf je nog niet? Ik zelf durf het nog niet. Ja, ik ontwijk ook wel de school en de plek waar die staat, zeg maar. Dus daar ben ik ook lang niet meer geweest. En ja, dan zeggen ze, heb je er ook iets positiefs uit kunnen halen uit iets negatiefs? Dat is dan zo'n vraag. En het is altijd wel zo, dus ik ga het toch vragen aan je. Ik weet beter wie ik ben en wat ik wil zijn. Ik studeer nu ook social work. En eigenlijk wou ik al heel lang iets op een school doen als werk. En toen is het zo van... Echt een paar maanden geleden was geklikt van... waarom wil ik zo graag op een school werken als zorgcoördinator of als vertrouwenspersoon? Ja, omdat ik dat zelf niet had. Ik wil anderen gewoon een betere schooltijd wensen dan dat ik had. Misschien moet je gewoon naar huis. Oké, dan... bel me maar als je... Ja. Ja, binnen. Hallo. Zo, Marijn. Ga zitten. Bedankt. Neem aan dat je weet waarom jij je hier moest melden. Nee. ik zou het echt niet weten. Wij hebben vernomen dat er vorige week een vriendje van jou op bezoek is geweest. En je begrijpt dat wij daar als school niet heel blij mee zijn.
die gedwongen coming out ga ik door mijn hoofd en ouders en dacht van, gaat hij nog meer doen? Zometeen mag ik geen eindexamen doen, wat dan ook. Mijn eerste reactie was ook van, ik ga mezelf inhouden, ik ga gewoon stil zijn, ik ga die eindexamens maken en weg hier. Wij zijn opgevoed met de Bijbel, Marijn. En in de Bijbel staat dat een man behoort aan een vrouw en een vrouw aan een man. Maar zeker niet dit soort relaties. Nee. Zie je de ernst daarvan in? Ja, meneer. Ja, sorry. Nee, dat kan niet. Nee. Heel goed. Dat kan niet. Nee. Je kunt gaan. Bedankt. Bedankt, meneer. Zo, Jezus. Kom al binnen. Ja? Ja. Op welk moment dan? Was dat? Ja, eigenlijk al vanaf hij binnenkwam en met een vriendje zag en gewoon in paniek raakte. Het voelde heel echt of zo. Acteurs, kunnen die komen? Ja, het was heftig. Ja, het gebeurde ook echt zo, zeg maar. En nu zag ik opeens van, ja, je bedoelt het gewoon goed en je snapt het ook oprecht niet waarom ik zo, ja, gek werd eigenlijk. Ja. Het voelde als een compleet ander land in een ander tijdperk. Ja, maar dat is dus het hele ding. Dat is, dit gebeurt gewoon en ik krijg gewoon weer kippenvel als ik er nadenk. Okay. Max, hoe was het voor jou om in de huid van Marijn te kruipen? Heftig. Ja, ik ben heel en ook heel opgelucht dat ik dit zelf niet heb meegemaakt. Ja, dat komt ook wel dichtbij. Ah, nee. Omdat ik wel aan de andere kant heb gestaan, zeg maar. Van dit verhaal, of een soortgelijk verhaal. En, jij was het vriendje in dit geval. Ja, 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 ja. En daarom vind ik het ook heel fijn om of fijn te doen. Of voelt het wel waarachtig of zo. Dankjewel, Marijn. Jullie bedankt. Dankjewel, Spelers. Dankjewel. Ja, dankjewel voor je verhaal. En vond je het zelf ook een heel mooi verhaal? Geef dan nu even een duimpje. Dat zouden we heel fijn vinden. En als je nog wat hebt te reageren, doe het dan heel graag hieronderin. Dankjewel voor het kijken. 3.